ben Frank van Schadewijk en ik werk samen met Maarten Koning aan Minify Me. En dat is een nieuwe dienst waar we mensen in 3D inscannen. We hebben een complete constructie hier gebouwd. Daarin ga je staan op een schijf die ronddraait. Dus je draait rond en de scanner gaat op en neer. En zo wordt er langzamerhand van je hele lichaam, van boven naar beneden, wordt er een opname gemaakt. We hebben onze scanner zo gebouwd dat je echt het gevoel hebt dat je in een soort science fiction apparaat stapt. En het is natuurlijk ook iets heel bijzonders als je van alle kanten gescand wordt. Ik moet zeggen dat het best een hele bijzondere ervaring om jezelf voor het eerst te zien en beet te pakken en je houding te zien. En dat merk ik ook bij andere mensen als die zichzelf gescand hebben en ze zien, dan is het van oké. Sommige vrouwen zeggen, nou dat kontje is best lekker, dat valt me heel erg mee nog. Ja, 3D-scannen gaat zeker weten veel meer mainstream worden dan het nu is. Op dit moment zijn wij er natuurlijk mee bezig met zo'n grote scanner. Dat is een hele mooie, bijzondere ervaring om in te stappen. Maar je zult zien dat die ontwikkeling doorgaat en dat je misschien in de toekomst wel met je mobieltje in 3D kan scannen. Dat soort dingen, daar zijn we mee bezig. Maar waar het naartoe gaat, dat is nog de grote vraag.